Oh, Nintendo fans. In de vorige Miitopia video hebben we hier zo zone 1 uitgespeeld. En volgens mij is het best wel lastig. Dus laten we even kijken of we de 11 klassen kunnen fixen. En jullie zeggen dat we daarvoor naar de Galapa-eilanden moeten. En dit moeten we helemaal uit gaan spelen. En dan op een gegeven moment dan komen we daar of zo. Dus ja, we zijn hier al even geweest om een job te doen. Maar we gaan hier maar gewoon even verder. Ik heb mijn teampie van de vorige keer nog bij me. Dus Steve, Red en Mario. Ik zal straks KK Slider er weer bij doen. Laten we eerst even deze leeuwenslakjes gaan pakken. En dan gewoon kijken of we dat kunnen fixen, jongens. Die elfenjob. Laat het weten of dit goed gaat. Doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Vergeet niet te abonneren. Abonneren kan je namelijk gewoon leren door op het knopje te drukken. Het is niet zo moeilijk. Het is heel makkelijk te leren. Op dat rode knopje drukken, belletje aanzetten. Abonneren kan je leren. Let's go! Lekker, Stevie. Ga even lekker snaven dan. Lekker bezig, man. Oké, dit ging vrij simpel. Daar hou ik van. Battle nummer 2 tegen poppoppoppies. Heb ik ook nog nooit van gehoord, volgens mij. Poppoppoppies. Pak ze de poppoppoppieloppies. Mario doet even een nieuwe vaardigheid. Explosief mengsel. Daarmee valt hij volgens mij alle tegenstanders aan. Dus even kijken, hoor. Oh, ja, heerlijk dit. Lekker, Mario. En dan ga ik dit maar gelijk afmaken samen met Epona. Hatseflats. Easy. Op naar die 11e klasse. Mario die vindt weer even toverdrankie. En dat was blijkbaar geen lekker drankje. Maar ja, boeien. We drinken allemaal wel eens iets wat niet lekker is, toch? Wat is het smerigste dat jij ooit gedronken hebt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dan ga ik even ultimate hyperen. Gewoon met iedereen. Het smerigste wat je ooit gedronken hebt. Nou, ik heb ooit eens geprobeerd om zelf een amaretto colaatje te maken. Maar daar moest ook citroensap bij. En daar heb ik toen iets te veel citroensap bij gedaan. Dat was toch smerig? Nou, die heb ik weggegooid. Dat konden ze op het terras in Scheveningen beter. En melk dat over datum is, jongens. Daar word je ook echt niet gelukkig van. Dat is zo vies. Dat smaakt gewoon naar bier of zo. En dan niet lekker bier. Niet lekker bier. Ik weet niet, de meest smerige bier die je ooit hebt geproefd. Alhoewel ik twijfel of veel van jullie bier hebben geproefd. Ik denk dat heel veel van jullie nooit bier op hebben. Sowieso. Lekker mee wachten tot je 16 bent. Maar over datum melk, dat smaakt ongeveer zo als ja, bier wat ook gewoon heel smerig is. Goed verhaal. Lekker duidelijk. Vooral ook lekker kort. Even proberen om een ijspanzer te fixen, hoor. Oh, net niet. We krijgen wel een aardige smak ervaringspunten. Dat is super chill. Die gaan natuurlijk weer naar KK Slider. En die gaat naar leveltje 25. En die kan nu een vriend hypnotiseren om hem tot leven te wekken. Kijk, dat is top. Ik ga gewoon nog een keer proberen te spelen. En dan krijgen we weer ervaringspunten. Dus dat is helemaal niet erg. En Zucker is de enige die nog level 23 is. Dus laat ik het maar even aan Zucker geven dan. Oké, in plaats van Red neem ik nu weer lekker KK Slidertje mee. En dan gaan we even kijken waar we helemaal naartoe gaan, joh. Op deze mooie eilanden. Oh, Toadette staat daar te wachten. Misschien heeft Toadette er wel mee te maken. Ik zal nu niet gelijk al mijn HP-strooisel inzetten. Ik bedoel mijn hyperstrooisel. Dan heb ik voor strakjes nog wat over. Alleen Mario en Steve hebben de hyperstrooisel. Oh, lekker zeg. Slakkie is gelijk weer weg. Orkaantje! Kijk, dat is zo chill dat Steve en Mario mij gewoon continu helpen. Dat is dus als je vriendschap boven de niveau 20 of 30 is, dan gaat dat zo goed. Hey Steve, ben je lekker aan het slapen, jongen? Gaan we bovenlangs of onderlangs? We gaan gewoon langs de monsters, joh. Let's go. Misschien ligt daar ook nog wel een kistje ergens. Oh, nee. Ik wou mijn orkaanaanval doen. Maar ik doe de verkeerde. Ik hieuw heel mijn team. Terwijl heel mijn team al zo'n beetje vol was. Dus, dat ging even niet goed. Nou ja, jammer dan. Gelukkig is mijn team goed genoeg om het zelf op te lossen. Ja, ik doe nu wel even gewoon een chill lentebriesje. Hij gaat er niet dood van. Maar dat maakt niet uit. Want Steve die fixt het wel. Met zijn mooie koekenpan. Steve is dan ook echt sick goed, jongen. Die kan healen, maar die doet ook super veel damage. Ik dacht altijd dat Steve niet zo heel veel damage deed. Maar dat valt echt wel mee. Dat is echt best wel goed. Oh, Mario gaat los. Nou, weet je, als Mario los gaat, dan hoef ik helemaal niks te doen. Want dan kan ik het gewoon zo afmaken. Lekker. Doen we het met z'n allen? Oh, we slopen er één. Ik dacht dat ik ze allemaal zou aanvallen, maar helaas. Steve dan. KK Slider, maak jij hem af? Nee. Ah, hij leeft nog. Ja, nu wel. Nu die jou aanvalt, maak je het wel af. Dat is wel chill aan die vampierklasse. Hij moet gewoon even betere kleren krijgen nog. En vooral betere wapens ook. Hey, toppie. Hij wil weer nieuwe kleren. Een wollenpakkie. Ik denk niet dat dat zo mooi staat bij een vampier. Dat kostuumpje wat hij nu aan hebt staat veel mooier. Nee. Dit staat echt helemaal niet bij een vampier. Laat ik alleen het effect gaan dragen. Zo'n beetje alle anderen willen ook wat. Maar ik heb niet zo heel veel geld meer nu. Dus even kijken of KK Slider een beefburger lekker vindt. Ja, daar houdt hij wel van. Hij zit ook gelijk vol. Weet je, ik neem zelf even de beefburger deluxe. Oh, nom nom nom. Kijk eens, we zijn weer bij Toadette. Toadette, heb je een hint voor mij?
Waar kan ik de elf vinden? Toadette is hier. En die zegt een inheemse man op dit onbekende eiland. Waar is mijn notitieboekje? Ik word rijk. Oh nee, ja wacht, jij bent het weer. Ik moet je iets vertellen. Iets heel spannends. Oh, wat dan? Ergens op dit eiland staat een geheimzinnige deur. En ik denk dat er iets achter ligt. Iets wonderbaarlijks. Kapitein Toadette en ik gaan samen op zoek naar de deur. Waar zou... Oh, daar is die deur. Maar dan moet ik eerst waarschijnlijk weer een sleutel of iets voor vinden. We zijn nu in het bergmoeras. Nou, het muziek is in ieder geval gewoon lekker vrolijk. Beetje alsof we in Ierland lopen of zo. Ik heb de hik. Gaat Mario me laten schrikken? Ah, Mario, laat me schrikken. En ik val bovenop mijn bakkes. Hé, hey, we hebben weer een twerk mail nu. Heerlijk. Al die twerkers in deze game. Hoppakeetje. Kom op, Steve. Nu jij met Epona. Bam. Easy. Ah, dit ging te makkelijk, jongens. We krijgen waarschijnlijk straks een moeilijkere battle met 6 twerkmeeuwen. Gaan we boven of onderlangs? We gaan gewoon rechtdoor, ja. Er was geen onderlangs. Er was alleen een rechtdoor. Wat is dit nou weer, joh? Een snappervisje. Dit moet toch ook geen enkele moeite kosten voor ons. Ik ga even een orkaan gooien op dit snappervisje. En Steve en Epona gaan het wel even fixen voor ons. Ja hoor. Nou, zo komen we wel snel bij die deur als het zo doorgaat. Kijk, herbergie. Oeh, dit is wel een toffe outfit voor Red. Ja, deze moet ik kopen. Ik weet alleen niet of we hem ook echt aan gaan doen of hij dan nog op Red lijkt. Ik denk het niet. Kijk, nu lijkt hij helemaal niet meer op Red. Maar hij is wel echt heel cool. Yo, zijn we er al? Bijna. Maar ja, de grote vlaag is natuurlijk... Vlaag? Grote windvlaag. De grote windvlaag van vandaag is 12 op de schaal van weet ik veel windvlagen. Maar de grote vraag is of waar we dat amulet gaan vinden om die deur te openen. Twerkmeel en leeuwenslakkies. Ja, ik heb net niet zo heel veel te duchten volgens mij van deze vijanden. Volgens mij moet het helemaal goed gaan komen. We gooien er gewoon een orkaantje bovenop en dan is het al bijna klaar, joh. Kijk, dan moet alleen Steve nog even een tikkie uitdelen en dan is het gewoon afgelopen. Misschien moet ik een slechter team hier naartoe meenemen. Alhoewel, ik heb geen slecht team. Iedereen is goed in dit team. Alleen Zelda is nu denk ik misschien niet zo goed meer. We hebben Zelda gedumpt. De dumping of Zelda, Breath of the Wild. Of The Legend of Zelda, Dump in the Wild. Ja, dat kan ook nog. Oké, twerkmailtjes. Nu keer 3. Lekker hoor. Ja, dus ze zijn alweer weg, joh. Die orkaan die is zo overpowered. Hey, en Mario gaat naar leveltje 25. Open even een kissie. Er zit een boing saladetje in. En volgens mij zijn we er dan alweer. Ja. Yep. En dan zijn we ook bij de deur. Oké. Ja, top. We zijn bij de deur. En nu hebben we dit ding niet. Een of ander medaillonnetje. Dan zou die natuurlijk heel goed hierboven kunnen zitten. Mario zegt tegen Keke, je bent zo aardig. Je laat af en toe zelfs een monster lopen. Oh, wow, wow. Oké. Nee, nu. Ja, nee, dat zit wel goed tussen Mario en KK Slider volgens mij. Ik ga hem even wakker maken terwijl die lekker zit te dutten daar. Deze battles zijn wel echt te makkelijk. We zijn hier wel een beetje te sterk voor, hoor. Ik hoef hier nog geen eens moeite voor te doen, joh. Vind ik niet heel erg. Maar jullie zeiden wel volgens mij dat je level 35 moest zijn om die elfenklasse te kunnen fixen. Dus misschien komt er straks een final battle waar we helemaal niet sterk voor genoeg zijn. Daar ben ik wel benieuwd naar op zich. Waarom zeggen jullie dat? Nou, ik heb hier ook niks gevonden zo te zien. Wel 1850 mensen gered, waardoor we weer meer strooisel krijgen. En een zieke in de ziekenboeg. Arme Red. Hij was al gedumpt voor dit team. Even weer een nieuw pakkie voor KK Slidertje. Kijken of dit wel een mooi pakkie is. Een leren pakkie. Als die in het zwart is. Ja, kijk, ja, dit past wel weer bij een vampier team. Oké, dit level... Hebben we gehaald? Nu kunnen we... Oh, we kunnen nog verder, joh. Ligt die dan hier ergens, dat ronde amulet? Achter al deze popperpoppies. Die Mario, die gaat gelijk los, jongen. Die maakt korte metten ermee. Orkaantje eroverheen en alle enemies zijn gewoon weggeblazen. 2 aanvallen hebben we gewoon nodig. That's it. Boven of onderlangs, lekker bovenlangs. Oh, nu denkt die slak... Nou, ik ga hem niet meer helpen, hoor. Alle slakken denken nu van, ja, dikke doei. We worden zo makkelijk genakt. We sturen gewoon 1 slak en die gaat het voor ons oplossen. Nou, ook 1 slak kan het niet oplossen. Ik blijf gewoon bovenlangs gaan overal. Kistje openmaken. Hamburgertje pakken. Oh, nu heb ik gelijk weer trek in een hamburger, jongens. Ze moeten stoppen met die hamburgers. En we zijn alweer in de herberg, joh. Ik heb post. Van Toadette. Die heeft papier gevonden. Heeft zij niks aan? Dus wij krijgen uitjesbonnen van Toadette. Kunnen we hier dan nu nog verder? Oh, we komen bij het kistje uit. Zit het dan in dat kistje misschien, dat ding wat we zoeken? Nou, meestal zit er in een kistje een wapentje of een nieuw kledingstukje. Het lijkt me sterk dat die hierin zit. Nou, jawel, het antieke tabletje zit er wel in.
Nice. Dus we moesten wel hier naartoe. Kijk, we mogen gelijk een Robo-Flare-muisie kopen voor, ja, een KK Slider. En dit is wel weer lekker, hoor. Langzamerhand wordt het echt een volwaardig onderdeel van het team. Als die geen MP-snoepje zou kopen. Oké, maar nu kunnen we wel de deur gaan openen. Als het tenminste het goede ding is. Als we geen nep-antiek ding hebben gehad. We gaan gewoon eens even kijken of die erin past. Ja, hij past erin en de deur gaat inderdaad open. En we kunnen de reis vervolgen. En waar gaan we dan nu naartoe? Want we gaan onszelf teleporteren ergens naartoe. Ja, en ik denk dat we hier de 11e klasse gaan vinden. Als je benieuwd bent hoe dit afloopt, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Behalve tegenwoordig op vrijdag. Ik noem vrijdag voortaan vrije dag. Anyway, druk op het belletje en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!